Welkom in Hummelo, welkom in 1900, of het model wat ik heb kunnen maken de afgelopen jaar. Met dit model kunnen we tegenwoordig rondkijken en rondlopen in Hummelo zoals het er vroeger uitzag. Dus met de muis bewegen, dan kun je zien dat we mooi kunnen zien waar alles zit. Naar boven kijken en rondkijken. En met het toetsenbord kunnen we ook gaan lopen. Dus we kunnen bijvoorbeeld eens naar de stoomtram daar gaan lopen. Oude stoomtram, de Vrijland uit 1904. Hij rijdt gelukkig hier niet, dus we kunnen niet overreden worden. En we kunnen ook zien dat het spoor niet veel verder loopt. Aan de linkerkant hier zo hebben we de lagere school. Een populair model op de site. En daar tegenover, even wat meer afstand nemen. Zien we een oude boerderij, die er stond voordat de Spar tegenwoordig of vroeger de winkel van Tering gebouwd werd. Ongeveer 1912 is die gesloopt. Als we dan verder doorgaan in de Dorpstraat, passeren we de kerk en de karper en de oude schuur, wat tegenwoordig ook weer een eetzaal is. Aan de rechterkant de Keppelsweg, staat nog op het verlanglijstje. Ook zo verder de Dorpstraat door. Links het oude gebouw van Greve, dus van rond 1900, de boerderij van Egging of wat erop lijken kan. Westhof passeren we aan de rechterkant, een van de gebouwen die er nog steeds staan. De bakker, de linkerkant, is er ook nog, maar is flink verbouwd, dus is niet echt helemaal herkenbaar meer. En aan de rechterkant, de Zuilenkamp, waar toch heel wat uurtjes aan verspijkerd zijn. Al die details, kijk bijvoorbeeld naar het balkon, al die stukjes erin van het smeedijzer. En zo kunnen we ook weer terugkijken door de straat. Aan de rechterkant kunnen we ook zien dat het domineeshuis er is, kun je eventueel ook heen lopen. Maar het is veel leuker om door de straat hier zo te lopen en al die gebouwen zoals het vroeger was, weer terug te kunnen zien. Zoals ik zeg, er zitten nog wat rare dingetjes in. Als je door de ramen kijkt, dan kijk je overal dwars doorheen. Het ziet er wel steeds beter uit. De karper met de oude luifel, nog voordat de veranda er was. En zo gaan we weer langzaam terug naar het beginpunt tegenover Zaal Wassink. Ja, Zaal Wassink was er niet in 1900. Maar het gebouw wat er toen wel stond, heb ik nog niet. Dus ja. Dan zijn we aan het eind van de straat gekomen. In de verte zien we nog Enghuizen. Je kunt erheen lopen in het spel, maar dat gaat je ongeveer 5 minuten kosten. Want ja, Enghuizen ligt ook zo ver weg. Hè? Ligt niet in het dorp. Oké, en hiermee beëindig ik dan de rondleiding in Hummelo van 1900. In Hummelo the Game.